Welkom, dit is de videopresentatie van het adviesrapport voor het invoeren van het nieuwe werken voor WS Company. Bij het nieuwe werken gaat het om een verandering in de inrichting van bedrijven, vernieuwing van de fysieke werkplek, organisatiestructuur en de managementstijl. Om goede advies hierover te geven, hebben we het bedrijf in 3 onderdelen gesplitst. De Bricks, Bytes en Behavior. Voor elk onderdeel hebben wij 1 advies bepaald die samen een totaalbeeld vormen. We beginnen bij de Bytes. Bij de Bytes gaat het om de technologische factoren binnen de organisatie. Als je kijkt naar de huidige situatie van de technische factoren, valt het op dat WIRT vaste computers gebruikt. De beveiliging die hierop zit, houdt hackers buiten de deur. In het ideaalbeeld heeft iedere medewerker een laptop en de mogelijkheid om veilig extern te werken. Wij willen dan ook graag de vaste computers vervangen door laptops, waarbij het beveiligingssysteem op de laptops wordt geïnstalleerd. Wij adviseren daarom ook de vaste computers te vervangen door de 2-in-1 laptops, waardoor werken op externe locaties mogelijk wordt. De beveiliging moet hier opnieuw worden geïnstalleerd door de ICT. Het werken op een externe locatie leidt tot onder andere een verbeterde work-life balance. De Google Agenda, een online agenda die door alle werknemers kan worden bekeken, wordt toegevoegd als extra communicatietool. Het advies van de Bytes hangt nauw samen met het advies van de Behavior, waar we vervolgens ook dieper op in zullen gaan. Behavior staat voor het gedrag binnen de organisatie. Uit de huidige situatie kunnen we concluderen dat er een 9 tot 5 mentaliteit aanwezig is. Zoals jullie hebben aangegeven, willen jullie hier graag vanaf, zodat jullie ook flexibeler kunnen werken. De organisatie wil echter bredere openingstijden om zo de fysieke bereikbaarheid te vergroten. Afgeleid van jullie wensen adviseren wij om 11 uur per dag uitgevoerd te zijn. Om dit te verwezenlijken zal een rolerend werklooproos komen, waarin van de medewerkers een fysieke aanwezigheid van 6 uur per dag wordt verwacht. De medewerkers moeten leren omgaan met het relatiesysteem en de nieuwe manier van communiceren. Door het veranderen van de fysieke aanwezigheid in het dagelijks overleg niet meer mogelijk. Dit brengt ons bij het volgende advies. Dit betekent dat de organisatie een nieuwe openingstijd kent van 8 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Vanaf 8 uur 's ochtends zal de eerste werknemer aanwezig zijn en deze wordt vervolgens bijgestaan door collega's. De overige 2 werkuren per dag mogen zelf worden ingevuld. Door het veranderde rooster vervalt het dagelijks overleg, waardoor het dagelijks overleg nu zal plaatsvinden via de Google Agenda, waar iedereen op het eind van de werkdag opmerkingen en vragen kan plaatsen. Ons laatste advies is gebaseerd op de BRICS, de fysieke omgeving van de organisatie. In dit geval het hoofdkantoor en de filialen. Op dit moment hebben alle panden een gelijksoortige inrichting. Ons viel vooral de hal op. De hal grenst aan een balie en een wachtruimte, waardoor de hal zelf niet optimaal wordt benut. In het droombeeld wordt alle ruimte praktisch benut, wat niet ten koste gaat van de klant of het personeel. De hal zal dan opnieuw worden ingericht, zodat er een nieuwe ruimte vrijkomt. Hierover meer in ons laatste advies. Wij adviseren om de hal, de balie en de wachtruimte te combineren in de hal. De ruimte die hiermee vrijkomt kan worden benut door een kantine en een extra teruggetrokken ruimte. Bij groei kan worden gekozen voor een extra kantoorruimte waarmee fysieke uitbreiding wordt voorkomen. Nu we ons advies in kaart hebben gebracht, willen we het financiële aspect behandelen. We hebben een schatting gedaan voor de kosten per advies. Het invoeren van advies 1 zou zo'n 70.000 euro bedragen. De kosten van het invoeren van advies 2 is afhankelijk van de keuze van WIRT om dit intern of extern te regelen. De kosten voor het invoeren van advies 3 schatten wij op 1.000 en 2.000 euro.